voorzitter Wiebe van der Schaaf een hele speciale jubileumuitvoering. Een hele speciale jubileumuitvoering. Heeft altijd op ons verlanglijstje gestaan. Hebben we nooit kunnen doen in de Meijert. En deze keer, nou jullie zien het. Het is een geweldige ambiance. Over de hele breedte van de zaal hebben wij het decor. Echt mooi. En jij bent zowel de hoofdrolspeler als voorzitter van dit koor. Ja, dat klopt. Ja, dat ben ik. Ja. Hoe kun je die rol verenigen op zo'n druk weekend? Het lukt. Soms gaat het volkomen mis, maar over het algemeen gaat het wel goed, ja. Ja. Geniet je zelf van je rol? Ja, dat wel, ja. Ja. Behalve die hengst die je kreeg, maar... Dat gaan we nog straks zien. En het komt helemaal goed op het eind? Zoals in 99 van de 100 operettes komt het altijd goed. Hier in de Meijert zie ik ineens een groepje kinderen. Mag ik jullie wat vragen? Wat doen jullie hier vandaag? We zijn hier, want wij doen mee met het romkoor. En hoe heet die operette? Ein Meisjenrosel. Maar het gaat in het Hollands deze keer. Ja. Weet jullie ook hoe het dan heet? Ja. Geen idee. Wat denk je? Weet jij? Het Witte Paard. In Sals kan maar goed, daar kan men goed vrolijk zijn. Dan gaat de zin die speelt, hobio. In Sals kan maar goed, daar kan men goed vrolijk zijn. Dat is altijd zo, hobio. Nog 5 minuten. Nou, pauze in het Witte Ros. Het ziet er allemaal lekker uit. Ja, lekkere hapjes, hè. De slager, de melkboer, de kippen, alles hebben we hier vanavond aanwezig. Wat gaan jullie zo meteen doen? Wij gaan de kippen verkopen, we gaan de marktkooplui spelen. Dus jullie zijn dadelijk allemaal op de markt? Inderdaad. En de gasten die komen ook allemaal op de markt. Het publiek, en die komen dan bij ons wat kopen. En daar hoort een liedje bij? Ja. Laat eens even horen. 1, 2, 3. Appels, peren en fijne zoete druiven. Om lekker weg te kluiven. Kersen, pruimen. Zijn helemaal niet belig, maar zoet en zeer verdelig. Oh, nee. Daar is de pracht van het seizoen. De roos aan de hoofd van zee is nooit een kelder te zien. Ferdinand Beuze, je bent dirigent van deze productie. Hoe ervaar je zo'n grote operette? Het is heel leuk om te doen. En zeker met, je werkt met amateurs, dus je hebt vocale beperkingen. En dat is leuk om te zorgen dat je ondanks dat toch een zo professioneel mogelijke productie kan neerzetten met elkaar. En hoe is het orkest voor de muzikale ondersteuning? Nou, normaal gesproken, of voor deze operette, is eigenlijk een symfonieorkest voorgeschreven. En ik heb ervoor gekozen om het te doen met eigenlijk een soort dansorkestbezetting. Omdat het een van de latere operettes is, uit het begin van de 20e eeuw. Dus ik vond het leuk, compact, dus dat werkt wat lekkerder. En ik heb 6 fantastische professionele muzikanten. Die hebben we ook in beeld, dus dat gaan we ook zien. En hoe gaat de generale tot nog toe? Ja, ze doen het erg goed. En dat is eigenlijk een beetje eng, want een generale hoort meestal niet zo goed te gaan.